Een fantastische dag voor Janus van Kasteren hier vandaag in Saoedi-Arabië in het Empty Quarter. Het kan haast niet meer misgaan. Officieus is hij de winnaar van de Dakar Rally. Officieel nog niet, maar kan niet meer misgaan. Hè? Nee, morgen nog 100 kilometer langs het strand. Arpje naar buiten en dan mag het niet meer misgaan, want hij gaf de leiding vandaag niet uit handen. Ja, ik denk morgen alleen de kilometers nog maken en dan kan het moeilijk geloven. Dus mooi. Op naar morgen. En lang gas bier drinken, denk ik. We kunnen toch wel stellen dat jij gewoon de Dakar Rally hebt gewonnen? Ja, we gaan het morgen zien, Ronald. Durf je het dan niet te zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik ga er wel vanuit. Het moet heel gek lopen, al wil er nou niet meer gaan. Want ik denk dat we nou een uur voor staan. Nee, ja, we gaan het morgen wel zien. We zien het wel, maar ik ga er wel vanuit. Hoe is het om je droom te kunnen waarmaken? Ja, super, jongen. Maar dat is serieus ook echt een droom, weet je wel. En, en zeker zo de maand voor Dakar. En denk je van, oh, het zou eens mogen gebeuren, weet je wel. En de vrienden thuis zeggen, al moeten we al een feest regelen. Ik zeg, ja, wacht nog maar even. Ja, en dan zeg ik ook wel natuurlijk, ja, tuurlijk regel ik, win toch wel. Maar nee, dat is meer voor de gein. Alleen, ja, en als het dan mag lukken, dan is het helemaal geweldig natuurlijk. Marcel, ik denk dat we inmiddels wel kunnen stellen dat jij de eerste Nederlandse navigator bent die de Dakar Rally wint. Wie weet, morgen weten we het. Houd erop, man. Ja, ja, ik zeg nooit, nooit, maar we staan... 100 kilometer nog. Ja, daarom. We staan er goed voor en ik hou Janus wel in bedwang. Dat we gewoon, en we zijn nu ook de laatste 6 kilometer achter Maciek gereden. Ik zei, die maakt er niet meer uit, zeg maar, want anders hadden we 3 minuten sneller moeten rijden, hadden we toch niet meer gekund. Dus we hebben gewoon goed behouden gereden. Nog even vastgestaan, maar alles perfect. Ja, het was een taaiere proef als ik verwacht had. Het waren eigenlijk gewoon continu dunjes tot de laatste 10 kilometer kregen we even een gravelpad. Het was nu even graven ook? Ja, 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 het was even. We hebben denk wel 3 kwartier graven. We stonden eigenlijk maar heel lullig vast. Alleen toen we de laadbak opendeden, stond de bak van de sleeplint open. En kwamen erachter dat we sleeplint ergens vergeten waren. En uiteindelijk, ja, als je de lint niet klaar hebt leggen, dan stoppen ze niet. Dus ja, dat was gewoon sparen. Uiteindelijk denk ik 3 kwartier gespaard en dan hem los. Ja, toen konden we weer beginnen. Maar die top 10 klassering die jullie zo graag willen, die komt niet in gevaar, hè? Nee, nee, nee. Ik sta 3 uur los of 2 uur los op mijn achter mijn voorganger. En ik sta 4 of 5 uur los op de fireman. Dus ja, die 3 kwartier, daar heb ik het vandaag niet mee verloren. Wat gaat het dan worden? Zoals er nou is, iets 7e. Nog een korte etappe morgen en dan zit de Dakar Rally 2023 erop. 3 Brabantse uitvallers, hè, tot nu toe. Dat klopt. We hebben Vic van Stijn helemaal aan het begin gehad. Halverwege was het Erik van Loon die na een derde crash niet meer verder kon. En gisteren DDW definitief uitgevallen. Zij deden al buiten competitie mee, maar konden nu de laatste 2 etappes niet meer van start. De rest is allemaal over de finish gekomen en gaat natuurlijk dan ook morgen de finish halen, die kilometer van 100 Maar makkelijk kilometers. Gaat het niet, hè, bij sommigen? Nee, het ging bij sommigen inderdaad nog met horten en stoten. Wat is er aan de hand, Jeffrey? Niks, we zijn gefinished. Nee, mijn stuur sloeg uit mijn hand 20 kilometer voor het eind. En toen doe ik teringzeer, dus ga ik even in laten tapen, denk ik. Gekneusd of zo? Ik heb geen idee. Sloeg er hard op, ik werd er gewoon misselijk van. Maar ja, dat is belangrijker, toch? Ja, absoluut. Pols geneest alweer. Ja, vandaag zijn Piet en ik samen nog een keer goed gaan zitten. En we hebben gewoon gezegd focus, alles op het rijden. We hebben niet naar het materiaal gekeken, dat ding onderin. En we hebben zo liggen poken. Linksachter schokbreker lekker, dus we hebben echt een aantal goede klappen gehad, ook in de rug. Maar dit was waarvoor we kwamen, heel de dag op positie 3 gelegen. Of dat we nou 3, 4 of 5 zijn, dat boeit niet. We hebben weer laten zien aan heel Nederland dat we het kunnen. En vooral in Brabant, dus ja, dat is gewoon helemaal dik. Piet, super zijn werk gedaan, we waren een waypointje kwijt. En iedereen was aan het tollen en aan het zoeken. En ik zeg altijd tegen Piet, op die lijn blijven, naar links gaan, naar rechts rijden, kijk maar dat je doet. En hij zegt stop, ik stop. En hij precies gedaan, gewoon hoe dat het hoort. Het is een geslaagde Dakar Rally, hè? Ja, voor ons is het helemaal geslaagd. We hoopten in een keer een top 10, weet je wel, of een meerdere top 10 plekken. Nou ja, als ik kijk wat we nu gepresteerd hebben, super. Anja, die medaille kan jou niet meer ontgaan, hè? Nee, als de laatste dag nog misgaat, dan is het wel echt jammer. Maar we zijn er bijna. Was een heftige dag vandaag? Ja, het was echt pittig bij die duinen. Alleen maar op en neer. Rond de middag krijg je slecht zicht. Omdat die zon erop staat, heb je geen schaduw meer. Dus je moet heel erg goed kijken van wat gebeurt er. Maar jij kan eigenlijk nu al terugkijken op een geweldige Dakar Rally, hè? Ja. Ronald, nog een pittig dagje gekregen zo, hè, voor de kiezer, denk ik. Zo, ik krijg die meer echt niet cadeau. Nee, deze was wel... als ik nou mezelf een diploma moet geven, is het een 6. Maar je bent er en alles is nog heel.
Ja, nou, we denken alles heel anders. Maar jij in ieder geval? Ik wel en ik denk de auto ook wel. Maar het is al een paar tikken gehad vandaag. Maar goed, altijd bij. Hey, morgen weliswaar geen medaille, maar hij wil die finish halen. Hè? Nog 100 kilometer. Ja, ja, tot nu toe hebben ze wel allemaal gestart en allemaal gefinished. We missen alleen 100 kilometer aan waypoints. Dus, maar ja, goed. We zijn wel blij als we er zijn. Dat is toch wel een hele prestatie, denk ik. Het is dé Dakar Rally van Janus van Kasteren en hij heeft het van geen vreemde. Dat kun je wel zeggen. Janus senior. Hij doet ook dit jaar mee aan de Dakar Rally. En we hebben ze eigenlijk onafhankelijk wat vragen over elkaar gesteld. Ik denk als Janus wel, als je achter het stuur zit zeker. Ik. Hij kent ook niet veel langs, want hij maakt ook crashes mee. Ja, absoluut hij. Hoe ouder dat hij wordt. Als Janus. Duidelijk. De beste kwaliteit van junior is vooral delegeren. Goed zorgen voor andere mensen. Ja, ik sowieso. Nee, daar is geen twijfel over mogelijk. Nee. In de rally als Janus. Maar er zijn wel dingen dat ik vlugger ben. Mijn vader. Flauwe droge humor, die zie ik van kilometer ver laat komen. Wij samen. Als wij samen zijn. Ja, de neus. We hebben dezelfde neus. Dus. Maar voor de rest, ja. Dit was hem dan, de allerlaatste bivak Brabant Dakar. Want morgen doen wij wat anders. Morgen hebben wij rond uitzendtijd het podium bij Janus van Kasteren gehuldigd gaat worden. Ja. De winnaar van deze Maar dat Dakar. Laten we wel zien, hè? Ja, dat is allemaal goed te volgen op de online kanalen van Omroep Brabant. Dus mis dat niet. Hey, het zit erop. Het was een zware rally, vond ik. En jij? Het was zeker een zware rally. Dat zie je qua uitvallers. Dat zie je, heb je soms misschien aan ons kunnen zien. Maar, dat weet ik wel zeker. Nu ook. Nu ook misschien nog wel. Maar ik heb wel genoten. Laat dat allemaal erop staan. Het was mooi. Het was prachtig. Hopelijk volgend jaar weer. Tot dan, zou ik zeggen. Houdoe. Houdoe.